Voor de achtste maal ging de 24 uur durende levensloop door op de piste van het Atlas College. Ja, dat is het. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Dank jullie wel voor alles wat jullie eigenlijk ook doen, toch nog voor levensloop allemaal. Ja, de achtste editie, 10 jaar al het comité. Ja, jullie zijn goed bezig, hè? Ja, we proberen ons best te doen om goed bezig te blijven, ja. Heb je zo'n enig idee van hoeveel vechters, hoeveel jullie al hebben binnengehaald en hoeveel teams dat er vandaag aanwezig zijn? Want dat is wel iedereen een klein beetje nieuwsgierig naar, denk ik. Ja, om een kort aantal cijfers te zeggen van dat we de afgelopen 8 edities gedaan hebben, ongeveer 1,5 miljoen euro is opgehaald door de teams en door al de organisatoren. Dat is het eerste bedrag dat ik kan meedelen. Dankzij de sponsoring en de creativiteit van de teams en de teamkapiteins en alle vrijwilligers hebben we de uitgavenpost tot minder dan 100.000 kunnen houden in de afgelopen 8 jaar. En er zijn er 1550 vechters in de afgelopen 8 edities geweest, waarbij dan ook 838 teams dus hebben deelgenomen en meer dan een kleine 40.000 deelnemers die actief of geregistreerde deelnemers. Dus daarbuiten komen natuurlijk altijd andere mensen dan sympathisanten deelnemen aan levensloop. En er zijn teams die dan ook nog eens een verkoopstand uitbaten om nog extra centen tijdens de 24 uur binnen te halen. Dus die hebben nog een extra taak om te organiseren en zorgen dat alle centjes op de rekening voor het onderzoek kan gebracht worden. En als Atlas symbool staat voor het verleggen van grenzen op veel vlakken. En als Atlas symbool staat voor draagkracht en voor sterkte en voor zorg dragen voor elkaar. En als Atlas symbool staat voor kennis en inzicht, wel, hoe anders kunnen wij levensloop en de vrijwilligers en de vechters en de organisatie met open armen, met een heel warm hart ontvangen? Het is tijd dat we eraan gaan beginnen. En dat we onze eerste officiële ronde ook gaan doen van deze editie van Levensloop 2024. Hassan, je hebt ze vast? Ja, absoluut. Ik heb de vlam vast. De burgemeester krijgt de eer samen met Sarah om het aan te doen. En ik ga de fakkel ondertussen in de staander dat die brandt. Eventjes hier naar de rechterkant van het podium begeven, want jullie mogen als eerste officieel deze ronde gaan starten. En dan kon Levensloop 2024 beginnen met de eerste rondgang van de vechters, de teamleden en de wandelaars. Vechters en teamafgevaardigden werden in 2 rijen geplaatst, waarna de vechters met de overhandiging van een armbandje hun dank betuigden. Er stonden tientallen tentjes
waarin de teams hun vereniging voorstelden. Ook voor de kinderen was er gezorgd en die vonden het heel leuk. En zo zou het rondwandelen op de piste nog 22 uur en 49 minuten duren.